De staking van het schoolvervoer is opgeheven. Er kwam een oplossing na een goed gevoerde dialoog met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Henry Ory, waaruit de storting van de achterstallige gelden voortvloeide. Dat bevestigt Antonius Pocky, voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname, tegenover onze redactie. Pocky zegt dat het de organisatie goed stemt dat de studenten niet langer de dupe hoeven te zijn van de problemen binnen de sector. Aan de hand van het resultaat hebben wij dus dan direct gezegd, geen probleem. We gaan de kinderen dus niet duperen verder, want zij worden altijd de dupe van het geheel. Dus hebben we dus besloten, nadat de minister zo flexie en meegaand was gisteren, hebben we dus besloten om dan vandaag weer op de weg en op het water te zijn. Ook is er gesproken over het aanpassen van de tarieven. Het is de bedoeling om samen met het ministerie te blijven kijken naar oplossingen om ook de bevolking, in het bijzonder de studenten, tegemoet te komen. Ten aanzien van onze brandstofcompensatie is er ook vooruitgang geboekt, want zelf de kwitanties zijn dus al uitgedraaid. Alleen wachten we even op missieven, dan is dat ook rond. En er is ook een afspraak met de minister ten aanzien van de tariefsverhoging. Dus dat komt ook zo snel mogelijk op gang. Pocky zegt dat er nog meer dialoog volgt ter voorkoming van verdere misverstanden.